In deze aflevering laat directeur Paul Eikelboom zien dat er door de zendingsgeschiedenis heen verrassend veel overeenkomsten te vinden zijn. Door de geschiedenis heen loopt een gouden koord. Kijkt u naar de aflevering Wereldwijd. Beste zendingsvrienden en vriendinnen. Soms heb je dat ineens, dat je denkt, hé, dat was toen ook al zo. Dat herken ik. Ik had dat pas toen ik een toespraak hoorde uit 1966. Een van de eerste zendingswerkers was met verlof en vertelde over zijn werk. Geliefde gemeente, wij zijn dankbaar dat wij na een tijdsperiode van ongeveer 4 jaar weer in uw midden mogen zijn. 4 jaar geleden wisten we nog niet hoe de toekomst zich zou ontwikkelen. We zouden wel weg hebben kunnen genomen zijn. Maar toch de Heer is een grote goedheid, heeft dat vergoed. Zodat wij nu een kort verslag mogen geven van de arbeid die achter ligt. En die wij dus ruim 4 jaar geleden nog moesten gaan aanvangen. Natuurlijk. Dit is de stem van dominee Gerrit Kuyt. Er was toen nog geen livestream. We hebben alleen een bandopname van zijn toespraak. Maar daarin zegt hij waardevolle dingen waarbij ik denk, hé, dat is nog steeds zo bij ZGG. Vanaf 1962, toen ZGG de eerste zendingswerkers uitzond, loopt een gouden koord naar nu. Goud is een kostbaar edelmetaal. En dat gouden koord, dat bestaat uit in elkaar gevlochten draden. En samen maken die het koord sterk, duurzaam. Een voorbeeld van zo'n gouden draad is de noodzaak van goede voorbereiding. Dominee Kuyt zegt het in 1966 zo. Maar voordat het zover is dat men naar een dergelijk terrein reist, zijn er zo nogal wat voorbereidingen nodig. En daar waren eerst de voorbereidingen, maar die begonnen al hier in Nederland, van de bekwaammaking zelf. Naar ziel, geest en lichaam. Want dat zijn 3 delen die bekwaam gemaakt moeten worden. Ook ons lichaam. Onze ziel om verenigd te zijn met God en zijn wil en zijn weg. Maar ook onze gedachten te mogen gevangen geven onder de gehoorzaamheid van Christus. Een andere gouden draad is blijvende aandacht voor de nuchtere en soms rauwe werkelijkheid van zendingswerk. Die werkelijkheid stelt eisen aan zendingswerkers wereldwijd. ZGG kent geen gemakkelijke zendingsterreinen. Trouwens, zijn die er wel? Zendingswerk vraagt vaak van uitgezondenen om jaren met geduld te wonen onder de mensen, om hen te kunnen bereiken met het evangelie. En dat vraagt iets van werkers. Het moeten geen mensen zijn die als zendeling of als zendelingen weg willen gaan. Met de gedachte, die komen wij dus straks en we gaan meteen het evangelie verkondigen. Zulke mensen moeten het niet zijn. Het moeten mensen zijn die inderdaad het woord willen verkondigen, maar die er ook wetenschap van meedragen dat er heel wat aan verbonden is, alvorens men die mensen heeft ontdekt en bereikt. En wat er aan verbonden is om bijvoorbeeld hun taal te leren, te willen leren. Al
als het mensen zijn die dus weg willen gaan om dan van stonden af aan het woord willen gaan verkondigen, dan wordt het van stonden af aan een grote mislukking. Maar als het mensen zijn die dus ook hard willen werken, lichamelijk willen werken, ook werk willen doen wat wij nou bepaald hier misschien niet zouden doen, en wat daar ook nodig is. Kortom, mensen die een allround werk willen doen. Zulke mensen, geroepen door Christus zelf voor dat werk, die zouden daar goede diensten kunnen bereiken. Hier spreekt pionier Kuyt. Maar de draad van toen loopt door naar nu. Nog steeds focust ZGG op bevolkingsgroepen die niet of ter nauwe nood bereikt zijn met het evangelie. Een andere gouden draad. Soms bevolkingsgroepen van maar enkele duizenden mensen met een eigen taal. Wereldwijd, ook op plaatsen waar het leven bazaal is, waar geen goede voorzieningen zijn, ook geen goede gezondheidszorg. Wereldwijd moeten vacatures vervuld worden, omdat alle volken bereikt moeten worden met het evangelie. Het evangelie des koninkrijks moet verkondigd worden en tot een getuigenis alle volken. Dat zijn ook de kleine volken. En in deze de kleine volken van West-Irian. Die volken zijn niet groot. Die volken bestaan soms uit enige honderden. Of uit enige duizenden. Maar nochtans heeft de Heere in zijn woord gezegd dat ook die kleine volken de heilsboodschap zullen horen. En daarom zullen ze het ook horen. Als wij ons bezighouden met de dingen van de zending, dan betekent dat tevens dat wij een verlangen hebben naar de wederkomst van Christus. En mocht dat nu zo altijd zijn, want het staat onlosmakelijk met elkander in verband. Een laatste gouden draad. Zendingswerk doe je met uitzicht op de wederkomst. De Heer Jezus komt als de laatste bereikt is, om dan zijn kinderen thuis te halen en de wereld te oordelen. Dominic Kuyt moest daarom het evangelie brengen aan mensen die er niet van wisten. En nog steeds zijn die mensen er, wereldwijd. De opdracht om hen te bereiken met Gods woord geldt, onverkort. Daarom steunen we zendingswerkers. Daarom bidden we voor zendingswerkers. Daarom gaan zendingswerkers in zendingsdienst uit. Voor mensen, wereldwijd.